jongens en meisjes. En daar ging je even dubbel. En welkom bij Switch op deze donderdag 14 november alweer. Ja, alweer. We zitten alweer op de helft van de ene laatste maand van het jaar. Ja, en er is natuurlijk genoeg te beleven aankomende dagen, weken, maanden. Maanden, anderhalve maand nog. In ieder geval is er genoeg aankomend weekend te beleven voor jong, oud, groot, klein. Dus blijf gewoon lekker voor de buis en dan hoef je er ook helemaal niks van te missen. Want heb je nog geen idee wat je dit weekend gaat doen? Ik weet zeker dat er een tip voorbij komt. Als je ook zoiets hebt van nou, ik wil alvast lekker in de kerstsfeer komen. Hier en daar begint dat al langzaam te komen. Hè? Als je door de straten rijdt van Paramaribo, zie je hier en daar al wat lichtjes en wat kerstkrantjes hangen. Nou, zometeen tijdens ons TBL-blokje hebben we ook al een hele leuke kerstspeelfilm klaarstaan. En een andere leuke speelfilm, ja, van drie meiden, superhero's, die weer helemaal terug zijn van weg geweest. Maar dat is zo meteen. We gaan het nu eerst hebben over, over jullie, de jeugd, over kinderen. Want kinderdag, dan denken we eigenlijk altijd alleen maar aan cadeautjes krijgen die dag en gezellige dingen doen. En meestal is het ook feest op school en dan mag bijna alles. Bijna alles. Maar het houdt eigenlijk gewoon nog veel meer in. Want niet omdat je een kind bent, betekent het niet dat je geen rechten hebt. Want elk kind heeft ook rechten. En daarover ga ik het nu hebben met Modesty and Mahogany. M&M. M&M, dat ziet me nu ineens gewoon te binnen. M&M. Nou, leuk dat jullie er zijn. Mahogany, jij bent vaker bij ons geweest, maar jij bent van UNICEF. Ja, toch? Modesty, jij bent nog niet bij ons geweest. Nee. Dus je moet even vertellen wie je bent. Ja, Modesty. Ik ben Modesty. Ja. Ik ben student. Mm-hmm. En ik ben heel vaak volunteer, dus vrijwilliger mm-hmm. geweest. Ik ben vaak bezig met kinderen mm-hmm. en voor de rest, ja, niet zoveel meer. Nee, niet zoveel. Nou, is toch al heel wat. Nou, Mahogany, die hoort bij UNICEF. En UNICEF doet, ja, als je de naam UNICEF hoort, dan gaat het automatisch over kinderen. Klopt. Ja, toch? Dat klopt. Mahogany, kan je kort uitleggen wat UNICEF voor organisatie is? Ja. UNICEF is dus kort voor de United Nations Children's Fund. Mm-hmm. En de kern van ons programma is dus de advancement of child rights. Dus in principe bevorderen van de kinderrechten. Dus allesomvattend gaat het om bescherming, het gaat om je recht op gezondheid, mm-hmm. je recht op onderwijs, recht op voeding. Ja. En met partners, met de overheid werkt, maakt UNICEF zich sterk om dat steeds vooruitgang in te brengen voor kinderen. Oké, nou dat is dus niet alleen in Suriname, maar UNICEF zit over de hele wereld. Jullie zijn eigenlijk... 180 landen. Ja, maar jullie zijn eigenlijk gewoon de moeder van alle kinderen van de wereld. Ja, dat is het een beetje toch? De moeder en het thuis van alle kinderen over de hele wereld. Maar luister, maar nu zijn jullie hier samen, want we gaan het hebben over kinderrechten. Ja, Wereldkinderrechtendag. Wereldkinderrechtendag. Als kind heb je rechten. Klopt. Ja, toch? En plichten ook. Ook. Rechten en plichten. Nou, recht is even wat jij net hebt opgenoemd, toch? Onderwijs. Ja. Dat is heel erg belangrijk. Ik weet dat er een heleboel kinderen nu zitten te kijken en die zeggen, ja, dag, school, maar het is toch helemaal niet leuk. Mm-hmm. Maar hoe belangrijk is het? Want eigenlijk ben je bevoorrecht als je naar school kan gaan. Ja, want een heleboel landen kunnen kinderen niet naar school gaan. Ja. Als je kijkt naar displaced kinderen of de migranten in Venezuela, zijn het al een heleboel kinderen die dus geen onderwijs mm-hmm. hebben. Ik zeg dan niet dat in Suriname het allemaal perfect zit, mm-hmm. maar we hebben tenminste wel een basis onderwijs in Suriname. Dat is wel een bevoorrecht van een kind. Ja, precies. Nou, voeding is natuurlijk ook heel belangrijk. Ik kan me ook wel indenken dat je af en toe denkt, oh gat, dat lust ik niet. Dat hebben wij allemaal natuurlijk. Maar voeding, het is ja, bijna, nou niet bijna, je bent ook bevoorrecht als je elke dag kan kiezen wat je mag eten. Precies, klopt. Is dat misschien ook niet bij iedereen hier zo, bij alle kinderen zo, ja, klopt. Maar... We hebben geen grote hongersnood. Nee, gelukkig. Als in andere landen. Dus dat is precies eigenlijk waarom we er zijn. Je hebt Wereldkinderrechtendag op 20 november en dan vieren we, maar tegelijkertijd staan we erbij stil. Wat we vieren is net als wat we net aangaven. In Suriname heb je nog basisonderwijs dat je in principe bijna elk kind kan bieden. Ja. In Suriname heeft zowel het grootste deel van de kinderen eet tenminste elke dag. Ja. We hebben nog wat gezondheidszorg dat we kunnen aanbieden. We hebben kinderen die op een gegeven moment niet in migratie komen. Mm-hmm. Ze zijn niet opgevoed in oorlogen. Weet je, veel kinderen doodgaan in oorlogen in andere landen. Dus dat vieren we ook wel in Suriname. Tegelijkertijd noemen we het Child Rights at Crossroads. In Nederland op een kruispunt, dat klopt. Waarom? Er zijn toch aan de andere kant ook andere dingen waar we wel voor moeten opkomen als het gaat om kinderrechten. Zoals?
Geweld, precies. Het recht om vrij te zijn van geweld, van seksueel misbruik. Ja. Ik denk dat het een van de dingen is waarop wij, vooral in Suriname, nog echt gaan moeten focussen. Omdat het wel heel vaak voorkomt. Ja, ik zag ze, ik zag een paar dagen geleden een artikel voorbij gaan dat 1 op de 3 vrouwen in Suriname seksueel fysiek geweld mee gaat maken. En als je het mij vraagt, komt dat eigenlijk vanaf de kindertijd. Ja. Dat wij als het ware worden opgevoed in een culture of violence. Ja. En dat we het maar toelaten. Ja, dat we het gewoon toelaten. En dat we het niet alleen toelaten, maar ook supporten. En ook, supporten. We supporten het. Maar supporten op wat voor soort manier? Dat het niet echt heel vaak wordt afgekeurd dat kinderen op klappen krijgen. Ja, dat ze klappen krijgen. Ik ben voorzichtig als ik erover praat, omdat ik weet dat het gevoelig is. Weet je, in Suriname hebben we deep in culture thoughts en ideas over hoe de opvoeding moet geschieden. Maar ik denk ook vanuit UNICEF, dan willen we adviseren tegen child violence, tegen geweld. Tegen kinderen. Dus we gaan er op een gegeven moment toch wel uitspraken over moeten doen. En dat is under no circumstance. Dus dat is wel een belangrijk punt hier in Suriname, waar we nog heel erg nog aan gewerkt worden. Dat is geweld, dus gewoon fysiek geweld, dus dat zijn de klappen. Seksueel misbruik. Ja. Klopt. Helaas zie je ook toch bijna wel elke dag 1, 2 stukken voorbij komen in de krant. Dat is eigenlijk inderdaad al te veel. Mentaal, kan je daar even iets over zeggen? Klopt, dat is ook een van de vormen van geweld waar men vaak niet bij stilstaat. Wanneer je kind al in principe onder druk legt, of wanneer je kind zegt, je bent dom, je kan het niet. Ja. Staat soms de ouder niet eens bij stil, hoeveel mentale schade een kind kan aandoen. Wat voor effect dat al heeft bij een kind. Dus je hebt verschillende vormen, fysiek, je hebt seksueel, je hebt mentaal. En samen met de overheid zijn we ook heel erg bezig. We hebben pas een Ik Ben-netwerk, Child Protection Network. Met de verschillende ministeries, met de First Lady. Waarbij we dus eigenlijk integraal, ministerieel kijken. Hoe pakken we dit nou werkelijk aan? Want het kan niet zo doorgaan. Onderzoek heeft uitgewezen dat 87% van onze kinderen nog enige vorm van geweld ondervindt. En dat is heel veel. Dat is een van de hoogste percentages in onze regio. Dus dat is al alarmerend. Oh, echt waar. Maar betekent dat ook dat kinderen hier minder veilig zijn als het daarom gaat? Nou, dus het is een hele fijn, it's a fine line, omdat wij geweld al zien als een tikje. Dat is voor ons al geweld. En dat zien we in onze cultuur al heel veel. Ja. Dus het is heel moeilijk als je naar het onderzoek kijkt te zeggen, was het een tikje? Was het zware mishandeling? Of was het een knock-out? Of was het een knock-out? Ja. Dus ja. Maar voor ons is elke vorm van fysieke aanraking met je kind is alle vorm van geweld. Okay. Zelfs het verbale is alle vorm van geweld, omdat ook dat gevolgen heeft. Maar hoe gaan we dat veranderen? Want dit is generatie op generatie op generatie. Ja, ik denk dat jullie ook wel tikken wel eens hebben gekregen bij het opgroeien. Wel meer dan één. Ja. Ik ook wel meer dan één. En dan toch hoor je dan nog steeds, het heeft je toch niks gedaan. Want je bent groot geworden en het is toch allemaal goed gekomen. Dus hoe gaan we dit nu aan? Maar dit is echt al jaren. Is dit al iets natuurlijk wat al, al zo ingebakken zit. Ingebed is, klap. Ik denk dat heel eerlijk er nu steeds meer openheid komt vanuit ouders. Ik denk dat het te maken heeft met technologie, met gewoon modernere ouders tegenwoordig. Ja. Die al gaan inzien dat er andere manieren zijn van een kind disciplineren. Dat zie ik ook al in als jonge moeder. Een heleboel anderen die in mijn omgeving kinderen krijgen, zie ik dat ook steeds weer. Ja. Dus ik denk dat dat al langzaam een beetje begint te veranderen. Dat is van huis uit. Ja. Dat we die cirkel, die ketting al beginnen te breken van ik wil mijn kind toch iets anders geven. Ik wil mijn kind toch anders disciplineren. Dus op huiselijk niveau. Maar natuurlijk heb je ook het grotere plaatje, net als wat je zegt, met echt een knock-out geven. Ja. Of echt fysiek mishandelen. Ja. En daar moeten die kinderen ook wel een ander soort opvang kunnen krijgen. Of ze moeten ergens terecht kunnen waar ze dit soort problemen hebben. Dus dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Want voor de kinderen, hoe kunnen kinderen voor zichzelf opkomen als het om geweld gaat? Op wat voor manier dan ook? Ja, klopt. Is heel moeilijk. Want waar moeten ze terecht? Ja. Er is geen klaar dicht antwoord, want vanuit UNICEF heeft een kind ook recht op een gezin. Oh ja. Dus eigenlijk probeer je er zoveel mogelijk van huis uit op te lossen, omdat je het kind zoveel mogelijk in een gezin wil houden. Dus het begint, we hebben instellingen zoals BUFAS, je hebt instellingen zoals de jeugdpolitie,
waarbij dus eigenlijk hele concrete onderzoekingen worden gedaan. Wat is nou de huiselijke situatie? Ja. Waaraan ligt het? Soms is het de stiefmoeder, stiefvader. Wat is echt de situatie en wat kunnen we eraan doen om zo'n kind te helpen? Ja. Maar we spreken nooit van de eerste oplossing een kind uit huis uit zetten. Huis halen, omdat ze ook recht hebben op die liefde van hun ouders, liefde op het gezin. Dus soms begin je al op die manier te kijken, wat is de huiselijke situatie en hoe kunnen we daarin inspelen? Ja. Is het niet, zou het niet ook iets zijn dat ouders, want het grappige is als je een televisie koopt of een auto koopt of weet ik veel wat koopt, zelfs als je schoenen koopt, komt er een gebruiksaanwijzing bij. Ja. Zou het eigenlijk niet zo moeten zijn dat als je ouder wordt, dat je een soort van cursus kan volgen van hoe gaan we dit doen? Want je krijgt het mee. Ja, jij weet dat, want je bent jonge moeder. Je krijgt, huppakee, die kinderen mee. Maar hoe weet je nou wat je aan het, wat je doet, dat het goed is? Want ik denk dat veel ouders ook zoiets hebben. Ja, ik wil eigenlijk niet schreeuwen. Mm-hmm. Ik wil eigenlijk ook niet slaan. Maar potverdorie, het lijkt wel alsof er 2 bananen in die oren zitten. Hoe los je dat dan op? Dat klopt. Er is geen klaardichte oplossing. Nee. Ik ben zelfs moeder en ik verlies ook mijn geduld. Oh, echt mogen niet. Hoe ga ik er weer aan? Dus ik kan alleen praten. Jou, ik denk, ik ben bij dus Unicef. Ik kan mijn ervaring vertellen wat ik doe. Ik probeer een stap terug te nemen. Ja. Diep in te ademen. Thinking mahogany, practice love. Dus er zijn mogelijkheden, maar het eerste is dat je ervan bewust bent. Ja. Van hey, op dit moment ben ik werkelijk boos. Neem een paar stappen terug. Of reageer niet direct erop. Of ga even uit huis. Soms sluit ik mezelf op. Dat is mijn aanpak. Ja, dat is jouw aanpak. Okay. Dat is mijn aanpak. Maar zou dat niet ook zo moeten zijn dat er eigenlijk een plekje zou moeten zijn dat voor ouders, want dat zeg ik denk dat best wel ouders, vooral nu, dat je zegt van inderdaad in deze tijd dat veel meer ouders eraan zitten te denken van ja, je wil het graag anders, omdat ik het zelf misschien ook heb gedaan en je vader en die vader en moeder zijn ook weer zo opgevoed dat je het anders wil doen. Het is in een proces met het ministerie van Sociale Zaken ook. Ze noemen het een positive parenting programma. Okay. Dat nu gepilot wordt in een aantal districten waarbij, waarbij er dus gesproken wordt met ouders. In principe om ze mee te geven wat andere manieren zijn van disciplineren. Maar in eerste instantie ook na te gaan wat zijn huiselijke situaties. Want waar we niet bij stilstaan, heeft het vaak veel meer te maken met situaties in huis. Mm-hmm. Die opgelost moeten worden dat de moeder zelf zo is of dat de vader zelf zo is. Ja. Het is soms ingebed in diepere zaken. Dus dat is een van de projecten waarmee we ook bezig zijn. En dan met sociaal-maatschappelijk werksters. En het is een campagne dat waarschijnlijk volgend jaar iets meer naar buiten zal gaan. Okay, heel goed. Ja. Het is nu een pilot, maar dus we zijn er werkelijk mee bezig. We noemen het een Positive Parenting Program. Ja, ja klopt. Nou, dat heeft dan een hele mooie naam trouwens. Positive Parenting. Positive Parenting, ja dat klinkt al heel mooi. Maar luister, Wereldkinderrechtendag. Want hoe kunnen anders gaan we uren nog hierover praten. Wat gaan we die dag allemaal doen? Hoe ziet de dag eruit? Nou, in de ochtend is er een debate. De kinderen gaan dus kunnen debatteren over verschillende onderwerpen die voor hun van belang zijn. Okay. In de middag zijn er andere activiteiten. Er gaat een loop gehouden worden met een heleboel mensen erbij. We hopen dat de opkomst heel groot is. Ja, dat gaat zeker worden na vandaag. Na vandaag wel. Ja, na vandaag wordt heel groot. We hebben er heel hard aan gewerkt. Ik persoonlijk ga een kinderrechtenbordenspel faciliteren. Dus er gaan spelletjes zijn. Oh. Er zijn artiesten, dus er zijn optredens. Er zijn genoeg activiteiten voor kinderen om die dag eigenlijk een beetje te kunnen genieten, maar te kunnen vieren. Want eigenlijk is het een celebration. Ja, om een kind te zijn. Ja, het is een celebration om een kind te zijn. En het is ook de celebration van de Convention of the Rights of the Child. En dan moet je even vertalen voor de kinderen die nu zitten te kijken. Nou, dat is het verdrag dat eigenlijk omvat de kinderrechten en ook de kinderplichten. Alles staat daaraan geschreven en de landen die het hebben geratificeerd, die zeggen van ja, oké, ik ben hier deel van. Die een handtekening ook hebben gezet. Ja, die handtekening hebben gezet. Die moeten er zich daaraan houden. Ja, want dan hebben ze gewoon een grote rode kaart natuurlijk. Die en dit jaar krijgen. Is het 30 jaar wereldwijd. Oh, en het is de meest geratificeerde conventie van de hele wereld. Dus de meeste landen hebben ingezien, eigenlijk alle landen bijna, hebben ingezien dat de kinderrechtenconventie een van de belangrijkste conventies is. De Most Ratified Convention. Yeah. Dit jaar is het wereldwijd 30 jaar. Suriname heeft het 1 maart 1993 geratificeerd. Okay. En in 2020 moeten ze in Genève weer rapporteren. Van hoe het is gegaan. Dit zijn de recommendations, dit zijn de acties die we hebben ondernomen. Dus daarom zijn we weer elk jaar weer bezig om dit stukje steeds meer vordering aan te geven.
zodat we in 2020 met de overheid een goede beurt kunnen maken om te zeggen, dit zijn werkelijk echt de acties en de doelen die we hebben bereikt. Die we hebben bereikt. Dat is heel belangrijk. Dat is niet alleen onderdeel. Voor jullie als organisatie, maar voor de kinderen. Ons, voor ja, ons, de kinderen. Ja. En natuurlijk ook voor de ouders die het heel graag ook anders willen doen. Want ik denk ook best wel dat er heel veel ouders zijn die het heel graag ook anders willen doen. Dus daarom is het natuurlijk fantastisch dat jullie volgend jaar, nou volgend is straks, dat is over een paar maanden al, ja, het ook ja, groter gaan aanpakken en dat misschien meer ouders daar ook aan kunnen meedoen aan de Positive Parenting Program. Maar luister, waar, hoe laat, waar moet ik zijn, hoe werkt het allemaal? Vertel alle informatie. De summit, moet ik het vertellen? Ja, de summit. Doe jij het maar. Oké. We hebben dus eigenlijk een driedaagse campagne naar 20 november toe. Oké, jullie starten? En we starten maandag 18 november en het eindigt 20 november. Okay. 18 november hebben we dus de eerste summitdag, waarbij we richten op het uitnodigen van verschillende scholen. We willen per dag ongeveer 200 leerlingen hebben. Jeetje. Ja, we moeten zoveel mogelijk kinderen bereiken. Ja, dat is waar. En de kinderen krijgen dan de mogelijkheid om in dialoog of debat te gaan met in principe de onderwerpen die worden aangekaart. Okay, en een van de onderwerpen op de eerste dag is geweld. Okay. Dus ik ben erg benieuwd wat de kinderen zelf daarover aankaarten. En daarop hebben we dus de ministers ook uitgenodigd om te kunnen rapporteren wat er gaat gebeuren op basis van wat de kinderen aangeven. Om het dus niet dat jullie denken van, oh, straks zeg ik iets verkeerd. Nee, dat is, het is nooit fout wat je zegt. Nee. En de ministers die zitten juist daar, want het is huiswerk voor hun om het voor jullie beter te maken. Dus dat is dan de eerste dag. En de tweede dag? De tweede dag hebben we mentale gezondheid. Is een topic dat in eerste instantie hele discussie had opgebracht, want het is best gevoelig om daarover te praten, zeker gelinkt aan suïcide. Ja. Maar aan de andere kant vinden we het toch wel belangrijk dat er juist nu erover wordt gesproken, omdat het een periode... Het is geen onderwerp wat niet voorkomt. Precies. Ja. Dus de bedoeling is dat we nou ook gaan kijken van, hey, mentale gezondheid, waar ligt dat nou aan? Ja. Eigenlijk moeten we bijna zeggen, als een kind geen uitweg meer vindt of geen oplossing meer vindt in wat er gebeurt in het leven, om mijn eigen leven te nemen, hebben we heel veel werk aan de winkel. Dus uiteindelijk de vraag, wat maakt je als kind blij? Ja. Waar falen we als ouder, als samenleving, als overheid, om te zeggen, je hebt geen oplossing of je hebt nergens waar je terecht kan? Ja, precies. Dus dat hebben we dan de tweede dag. En is dat dan ook weer met kinderen? Zelf des opzet, ook weer met dan 200 andere kinderen, ja. die dan over dat onderwerp discussiëren. En dan hebben we de minister van Volksgezondheid erbij. Dus elke topic is gekoppeld aan de desbetreffende ministerie. Oké, en dan de derde dag? Closing ceremony. Morgen is nu al moe, Dat is 20 november zelf, Wereldkinderrechtendag. En dan hebben we de topic van onderwijs. Oké, belangrijk. Een heel belangrijk onderwerp, erg ruim onderwerp. Ja. We kijken meer naar stellingen of topics waarbij de kinderen moeten aangeven hoe ziet het onderwijs nu. Moet er meer creativiteit in komen? Is het onderwijs te klassiek? Moet het opnieuw ingericht worden? Wat staat er in staal? Moet een kind centraal staan? Moet de onderwijzer centraal staan? Dus het worden hele spannende topics en discussies. En ook in bijzijn van de minister van Onderwijs. Ja. En het is tegelijkertijd de closing ceremony. Dus dan sluiten we ook af met de DNA-voorzitter. De first lady. En we hebben ook de voorzitter van het jeugdparlement. Ja. Die ook zijn visie daarover kan geven. Dat is de ochtend. En dan hebben we de middag, all the fun. Dat is allemaal the right to a childhood. En the right to play. Dus het recht op een jeugd te hebben en om te kunnen spelen. En om te kunnen spelen. Ja. Dat is het festival helemaal. En waar gaan we dat houden? Op het plein. Onafhankelijkheidsplein. Dat is helemaal mooi, ja. Helemaal vrije toegang voor elk kind in Suriname. We hebben in de ochtend op het plein gericht op kinderen met een beperking. Oké. Ja, we hebben dus met SOGK, kinderen van de Special Olympics, die we dus op de ochtend krijgen 20 november. En hun krijgt dan ook de mogelijkheid om mee te doen aan dansworkshops, aan muziek, aan spel, aan creativiteit. We hebben van bouncy castles tot treintjes, tot de dansworkshops. We hebben kinderrechtenstel. Het grootste kinderfeest. Het is echt een kinderfeest. Ja. Dus dat is de andere kant dat we willen bieden aan kinderen gratis. In de middag gebeurt het hetzelfde, maar voor het grotere publiek. Is er ieder vrij om te komen. We starten met een 3 kilometer wandelloop, waarbij we echt bringing child rights to the street. Als je Voor de loop moet ik dan wel registreren of ook niet? Ik kan gewoon komen. Je mag gewoon komen. Oh, leuk. Ja. De bedoeling is niet dat ingewikkeld. We hebben UN is leaving no one behind. Ja. Ieder is welkom, jong, oud. Iedereen mag meedoen. Ieder mag meedoen, geheel gratis. Maar misschien ook blauw aantrekken die dag. Dat is een van de belangrijkste. Oké, dat is wel helemaal. Je hoeft niet kijk, want er zijn geen t-shirts, dus het is niet zo dat je kan betalen en zo'n t-shirt als Mahogany hebben, een UNICEF t-shirt. Ja, dat wil ik
ook één. Maar oké, okay, daar zullen we het straks over hebben. Maar als je in ieder geval maar een blauwe bovenkant aan hebt. Ja, klopt. Ja, toch? Ja, dat is ook heel mooi natuurlijk voor het plaatje. Klopt. Jullie willen zoveel mogelijk kinderen laten meelopen. Ja, nou, al de hele jeugd die nu zit te kijken met ouders, woensdag aanstaande dus, vanaf het onafhankelijkheidsplein. Vanaf hoe laat mogen we niet? Half vijf. Kom met je homegirls, je homeboys, je buurjongens, buurmeisjes, opa, oma, oom, tante, vader, moeder, nichten, neven, buurten. Iedereen mag meedoen, want deze dag is speciaal voor jullie. En dan met name de jeugd. En dan heeft Mahogany ook nog een toetje voor jullie. En dat zijn waarschijnlijk die geweldige artiesten. Die geweldige artiesten, klopt. Zoals? Zoals Psycho. Oh, ik dacht al dat je dat ging zeggen. Misha Madaren. Zo. Ghetto Crew. Oh. En nog een heleboel verrassingen met de Mysticals. Oh. We willen niet alles verklappen. Nee. Maar het is echt het grootste kinderfeest. Echt, ja, de bedoeling is ook echt gewoon een kinderfeest te vieren. De summit is de serieuze kant van het verhaal. Daar vragen we ook echt aandacht voor vanuit de regeringsleiders. De loop is weer publiekelijke aandacht vragen voor kinderrechten. Dus ieder die het meent om te committeren aan kinderrechten, moet gewoon op straat komen, meedoen met de loop, om echt visible te maken dat je er staat, dat er eigenlijk vordering moet komen in de kinderrechten. En daarna vieren we feest. En daarna vieren we feest, zoals het ook hoort. Zoals het hoort. In Suriname, als het Bigiari is, 30 jaar voor ons kinderrechten, vieren we feest. We vieren feest, En ik hoop ook, Mahogany, dat over een paar jaar, dat we in ieder geval, als ik nog hier zit en jij ook en jullie natuurlijk ook in deze hoedanigheid, dat je ons kan komen vertellen dat er een dat we het goed hebben gedaan en dat we een heleboel dingen ook van het lijstje af mogen halen. Want als we dat kunnen doen, dan hebben we echt onze doelen bereikt als samenleving en een heleboel huiswerk voor al die ministers. En of het nou deze ministers zijn of de ministers die komen, ze mogen zorgen er wel voor dat jullie heel veel huiswerk meekrijgen. Blijft doorgaan. Ja, toch? Nou, er blijven kinderen goed. En blijven kinderrechten. Ja, precies. Nou, dames, mag ik jullie bedanken voor het komen naar de studio. Mahogany gaat nu ook snel naar haar eigen kindjes. Want haar kindjes hebben ook recht om naar hun mama te kijken. Niet alleen maar via de televisie, maar ook gewoon thuis. Dat is ook een van de rechten. Ja, dat is ook een van de rechten, inderdaad. Dat was ook recht van plicht van mama. Modesty, jij gaat natuurlijk ook gewoon keihard aan de slag, want je gaat de druk krijgen aankomende dagen. Ja. En wij zien jullie sowieso woensdag op het plein. Eigenlijk gewoon tijdens het allergrootste kinderfeest wat er is. Hartstikke bedankt. Ik ga er nu uit en als ik terugkom gaan we het over iets heel anders hebben, geloof ik. Wat het precies is, gaan we zien na deze break. Terug weer hier in de ABC studio. Jullie hebben het gehoord van Modesty en Mahogany. Vanaf maandag is UNICEF bezig met jullie, met de jeugd, met jullie. Met allerlei spannende onderwerpen waarbij er dus debatten, discussies worden gehouden. Die 200 leerlingen voor de duidelijkheid, die 200 voor maandag, dinsdag en woensdag in de ochtend. Die, als het goed is, zijn die scholen en die leerlingen al uitgenodigd. Dus daarvoor kan je niet zeggen, ik wil daar even voor langs lopen. Maar woensdagmiddag wordt iedereen wel verwacht om 16:30 op het Onafhankelijkheidsplein. Om de Wereld Kinderrechtendag samen te vieren. Vanaf 16:30 is er een loop en daarna is er dus een spetterende afterparty met onder andere Psycho en Ghetto Crew en Mysticals en Nisha Madaren en nog heel veel meer. Maar dat, wie dat allemaal zijn en wat er allemaal gaat gebeuren, dat ga je natuurlijk zelf moeten zien en horen en beleven woensdag aanstaande op het Onafhankelijkheidsplein. Goed, en van kinderrechtendag gaan we naar iets, gaan we naar iets heel anders. Gaan we namelijk naar een toneelstuk. En daarvoor zijn hier twee dames en één heer. Goedenavond, dames en meneer. Goedenavond. Nou, leuk dat jullie er zijn. Jetro, jij bent niet zo lang geleden hier geweest. Dat klopt. En jij bent van de Community Hub. Yes. En toen heb je me iets verteld over buurtsportmanagers, toch? Ja, een workshop. Trainers, dat klopt. Dat bedoel ik, maar nu ben je voor iets heel anders hier. Nou, wel weer voor de hub. Yes, wel weer voor de hub. Nou, de microfoon even. Ja. De COP community heeft in samenwerking met mevrouw Farida op zondag 17 november theatervoorstelling georganiseerd bij de Community Hub. Oké. Deze voorstelling vindt meerdere dagen plaats op meerdere locaties. Maar op de zondag vindt het bij de Community Hub plaats. Oké, dan ga ik meteen door naar mevrouw Farida.
Hi, nou leuk dat je er bent. Want het toneelstuk, jij hebt het geregisseerd. Ja. En geschreven ook? Ik heb het script geschreven, maar het is gebaseerd op een boek. Okay. Schaduw uit mijn verleden. Mm-hmm. Door mevrouw Joan Watkin. Oké, okay. Willen we eerst natuurlijk weten waar het verhaal over gaat. Het verhaal gaat over een jonge heer Sammy, van 28 jaar oud, die verslaafd is aan drugs. Okay. En in dit stuk, uit verhalen uit het boek, ik heb een paar gekozen. En we laten zien wat doet de drugs met de persoon, met de verslaafde zelf en zijn omgeving. Okay. Zijn familie, zijn werk. Vrienden. Okay. Ja, wat voor invloed heeft dat? Heftig? Best heftig, maar heel realistisch. Ja, heel realistisch. Ja. Want ik denk dat er... Iedereen, maar er zijn genoeg mensen, denk ik, die dit verhaal wel kennen, misschien wel uit hun eigen omgeving. Ja, het is heel herkenbaar. Oké, okay, maar waarom heb je voor dit boek gekozen? Voor dit boek heb ik in mijn handen gekregen en ik begon te lezen. We zijn met de Stichting Farida Theater, houden om de zoveel tijd een presentatie. We werken naar iets toe. En het onderwerp was verslaving. We zouden iets met verslaving doen. Dan heb je verschillende vormen van verslaving, seksverslaving, drugsverslaving, shopaholic heb je. En in het begin van het proces kwam ik dit boek tegen en toen dacht ik, oké, dit is al geschreven, er is al een stuk. En hier kan je heel veel mee doen. Oké. Ja. Puntjes. En toen werd het drugsverslaving. Maar nu heb jij het geschreven en je gaat het ook regisseren, toch? Maar er zit een andere dame hier naast jou. Ja. En wie ben jij? Ik ben Gaby Treunin. En ik ben een van de actrices in haar stuk. Oké, okay, Gaby, wat voor rol heb jij? Oh, ik ben de vrouw van Sammy. Oké, okay, dus jij hebt het heel zwaar met Sammy. Ja. Heel zwaar met Sammy. Maar je speelt, want we willen alles nu van je weten. Speel je vaker toneel? Hoe kennen jullie elkaar? Ja, ik speel vaker toneel. Ik ben nu al 3 jaartjes bezig met acteren. Dus dit is ons tweede stuk. Ja? Okay. Het tweede stuk dat ik samen met Stichting Farida doe. En ik vind het leuk. Ja, oké. Okay. Ja. En nu ben jij dus de vrouw van Sammy. Wie speelt Sammy trouwens? Anthony Emmanuels. Oké, okay, Anthony Emmanuels. Nou, Sammy is er nu niet bij, maar zijn vrouw wel. Ja. Vond je het moeilijk? Om Sammy zijn vrouw te spelen. Ja, Sammy heeft dus een heel heftig leven, als we het zo even kunnen in een nutshell hebben gehoord. Ja, ik denk Destiny. Destiny heet de vrouw van Sammy. Oh. Ik denk dat Destiny, Sammy is de jeugdliefde. Dus ze heeft vanaf de eerste klas was ze verliefd op Sammy, samen op school gezeten. Was Sammy toen ook al verliefd op haar? Ja. Oh, Sammy was ook al verliefd op haar. En naarmate ze ouder worden, beginnen ze dus een relatie. En dan ontdekt ze dus dan ook de problemen die daarbij komen met drugsgebruik. Het is niet allemaal roze geur en maneschijn. Nee. En we gaan er ook niet verder over vertellen, want daarvoor moet je natuurlijk naar het toneelstuk gaan kijken. Maar ik weet niet of ik het aan Farida moet vragen of ik het aan jou moet vragen, Jetro, maar wat willen jullie bereiken met het toneelstuk? Het doel hiervan is awareness. Mm-hmm. Om dit onderwerp awareness van dit onderwerp te bevorderen. Om met sociaal-maatschappelijke problemen laten leven en bespreekbaar maken, dat is het doel hiervan. En drugsverslaving is daar één. Dus de bedoeling is dat men niet hoeft te schamen en durft om hierover te praten. Praten. En helemaal natuurlijk als je al in de problemen bent. Of als iemand in je omgeving. Ja. Ja, als je wil weten hoe je daarmee om moet gaan of hoe je iemand kan helpen, maak het bespreekbaar en vraag om hulp. Okay. En om die reden is er ook gevraagd aan de verslavingszorg PCS om bij elke dag dat we spelen aanwezig te zijn. Voor informatie? Voor informatie en voorlichting. Heel goed. Farida, we hebben nu verteld waar het stuk over gaat en Gaby natuurlijk ook. Voor welke leeftijdscategorie is dit? Als je kijkt naar de inhoud van het verhaal en wat er gespeeld wordt, dan is het 14 jaar en ouder. Vanaf 14 jaar en ouder. Oké, waarom? Omdat er dus geweld in. Mm-hmm. Er is wat tintje seksualiteit. Het kan best heftig overkomen als een kind hier nog niet mee geconfronteerd is. Ja, oké, vandaar. Ja. Maar de eerste dag, dat is zondag, Jetro, wordt het dus bij de hub gehouden? Ja, yes, het wordt bij de community opgehouden. Oké, hoe laat? De inloop is 6 uur. Ah,
Yes, sorry, de inloop is 17:30 en het begint om 18:00. En het begint om 18:00. Yes. Ja. En daarna wordt het waar nog gespeeld? Voor de bedoeling van het stuk is dat het voor iedereen toegankelijk is. Omdat men niet altijd de middelen heeft om te komen naar het theater, gaan we naar de mensen toe. Oh, wat goed. Dus in Theater Uniek is de entree is een vrijwillige donatie. Mm-hmm. Zodat we de kosten van deze dagen kunnen dekken. En niet iedereen gaat naar een theater komen, maar misschien de afstand, vervoer, toestemming van de ouders. Dus daarom gaan we naar de mensen toe. En de eerste is de community hub. Mm-hmm. Is voor de mensen van de omgeving, Flora. Flora zorg en hulp en alles hier op Zuid, Dat de jongeren van die omgeving, die ook vaak in de community hub komen, dit stuk kunnen zien. En na Theater Uniek is de bedoeling om een Stubula te spelen voor die jongeren daar. Okay. En als de middelen er zijn, en of als het mogelijk is. Vanaf vandaag gaan die middelen komen, Farida. Dus zeg even wat je nodig hebt. Als we genoeg sponsoring binnenkrijgen, financieel of door iets te bekostigen van de begroting om het te kunnen doen, dan kunnen we ook naar meerdere plekken gaan. En dan misschien ook wel naar de districten. Ja, ook naar de districten. En dan kunnen we ook nog meer dagen spelen. Ja. Want nu hebben we alleen 20 november de generale. Mm-hmm. Dat is met open publiek. Dus, okay, dus iedereen, men is welkom. Yeah. Liever gevuld, zodat het meer gaat leven. Okay, dus dat is 20 is woensdag? Komende woensdag. Okay. En dan 22 en 23 november. Oké, dus 20 november is volgende week woensdag. Dat is in de hub? Theater Uniek. Oh, dat is Theater Uniek. Dat is de 20ste. Dat is oefening. Dat is de generale. Nou, dus, maar dus de oefening hadden we gisteren. Ja, oké, oefening, maar generale. Moet bijna net, moet bijna net zo goed zijn als het echi. Ja. Dus dat is woensdag. Om hoe laat? 19:30. 19:30 bij Theater Uniek. Ja. En daarna is het 22? 22 en 23. 23. Ook in Theater Uniek. Ook in Theater Uniek. Ja. En wanneer ben je nou in de hub? 17 november, komende zondag. Maar komende zondag is dan toch voor de generale dan nog? Met de generale is in Uniek. Dus ja, maar hebben al een soort jullie doen het een beetje andersom. Normaal gesproken heb je toch eerst de generale en dan een uitvoering. Ja, maar we gaan... Jullie doen gewoon een beetje anders dan anders. Niet volgens de regels. Nee, jullie doen het een beetje anders dan anders. Ja, het gaat om het effect wat je daar krijgt. Oké, dus woensdag sowieso in de hub en dan... Zondag in de hub. Volgende week woensdag in Theater Uniek. 19:30. En dan 22 en 23 ook in Theater Uniek. En als er nu mensen zitten te kijken van bedrijven. Of ook mensen van de overheid. Want ik weet dat die ook zitten te kijken. Maak dan eventjes contact op met deze geweldige dame. Farida, maar waar moeten we je vinden? Je hebt Stichting Farida Theater heeft een Facebookpagina. Okay. Daar kan je... kan je contact maken en het kan gemaild worden. Naar, zeg dat mag je nu. Ik zie nu mag je die camera kijken. Ja. V Haarlo, VHARLOO @gmail.com. Oké, daar mag je naartoe mailen. Mm-hmm. Als je zoiets hebt van hey, ik vind het. Nou, niet als je zoiets hebt, het is een fantastisch project. Dus als je een steentje wil bijdragen zodat dit toneelstuk niet alleen op deze dagen gespeeld kan worden, maar op veel meer dagen. En zodat het ook veel meer jeugd kan bereiken. En wellicht ook dat ze dan naar de districten kunnen gaan. Neem dan eventjes contact op. Mag ik wat toevoegen? Ja, natuurlijk. Het is niet alleen voor de jeugd, het is voor alle leeftijden. Maar vanaf 14? Vanaf 14. Vanaf 14 en naar boven? Ja, en naar boven. Ben je 70 jaar of 90, kom dan ook. Maar het is wel heel leuk als er nu iemand zegt van, weet je wat, ik ga het fantastisch vinden, ik ga een scholentour voor jou plannen en ik ga dat gewoon even voor jou bekostigen. Dat zou wel heel leuk zijn, hè? Als alle spelers hebben vaste banen. Dus gaat lukken, Farida, gaat lukken. We zijn bereid, we zijn heel enthousiast om dit te doen. Ja, het gaat lukken. Het is een leuk team. Ja, precies, en het is ook een leuk team. Dus daarna geeft u ook nog uw geld aan een heel leuk team. En het is ook een bijzonder vorm van theater, want we doen muziektheater. Oh, zie je, dat zeg je nu pas. Ja, spannende vertraging. Okay. Een muziektheater, dus dat betekent dat er vanaf ook... vanaf begin tot einde live music is. Oké. Okay. Pianobegeleiding door Lisbeth Perotti. Oké, helemaal goed. Voor meer informatie ga eventjes naar de Facebookpagina. Of naar de Facebookpagina van de Community Hub. Toch? Voor de mensen die nog steeds niet weten waar de hub staat, Jetro. De hub staat aan de Ormoosjesstraat 22 en we zijn gevestigd op Flora. Nou, helemaal goed. Check dus eventjes de Facebookpagina. En nogmaals, als u een steentje wil bijdragen voor dit fantastische project, neem dan eventjes contact op. Dames en één heer, ik wens jullie heel veel succes, heel veel plezier ook. En dat het ook maar een
een heleboel mensen mag bereiken. Mm-hmm. Met name de jeugd, omdat toch de jeugd is die nu voornamelijk zit te kijken. Ja, met hun papa's en hun mama's. En ik hoop ook, Farida, dat een heleboel mensen zeggen, ik wil dit graag ondersteunen en wij moeten dit gewoon vaker... zodat jullie het vaker kunnen opvoeren. Ja, maar kom naar de voorstelling, doneer. We hebben een donatiebox. Zet wat je kan missen. En zo'n 1000 SRD is het ook meegenomen. Ook meegenomen. Ja. Het is gewoon een verplichte vrijwillige bijdrage. En als het 10 SRD is het ook dan goed. Is het ook leuk meegenomen. Ja. Maar het is gewoon een verplichte vrijwillige bijdrage. Goed, ik ga er nu uit. En als ik terugkom, nou, dan zijn we bij de bioscoop. Is ook eigenlijk een vorm van theater, toch? Bioscoop, een beetje. Een soort van. Ja, toch een beetje. Hebben jullie, maar oké, je speelt toneel. Heb je een favoriet soort van filmgenre? Ik heb in 1 film gespeeld, in Mieren. Oké. Okay. Ja, het is anders wel. Oké. Maar ik vind beide wel leuk. Oké, maar waar kijk je zelf graag naar? Ik? Ja. Ik kijk liever naar... Wie die Unsolved Mysteries. Van die detectives. En jij, Farida? Want je bent regisseur, je bent schrijver. Nou, wat kijk je zelf eigenlijk graag? Theater. Nee, maar als het om film gaat. Film gaat? Ja. Meestal val ik in slaap. Oh. Nou, Farida nemen we niet meer naar de bioscoop. Jetro, jij? Ik hou van die films met superhelden. Oh ja, maar ja, jij bent dan Marvel. Juist. Yeah. Nou, helaas geen Marvel. Helaas ook geen detective. Maar wel een hele leuke kerstfilm. Gaan we nu naar kijken. Ja, of nou ja, na deze korte TBL-break of zo. Animation. Dance. Adventure and science fiction. Horror. Comedy. Action. TBL Cinemas. A mind-blowing experience. Nou, terug weer hier bij TBL Cinemas, of tenminste het TBL Cinemas blokje. Ik zei het aan het begin van het programma al, om helemaal vast lekker in die kerstsfeer te komen, hebben we al een leuke trailer klaarstaan. Namelijk van de speelfilm Last Christmas, met onder andere Henry Golding daarin. En misschien ken je die nog wel uit de Crazy Rich Asians. Emilia Clarke speelt ook in deze speelfilm. Nou, en voor die mensen die enorm fan waren van, hoe heet die serie ook alweer? Waar zij inspeelde, daar was ze koningin in. Wat zeg je? Game of Thrones. Ja, zij speelt daarin. En die twee dames kijken hier naar me en denken, waar is dat al? Kennen jullie dat niet, Game of Thrones? Ja, tuurlijk. Ja, toch? Emilia Clarke, zij was die koningin. Oh, met dat witte haar, ja, en een beetje heks was ze ook daarin. Maar in Last Christmas is ze dat absoluut niet. Het is een romantische comedy. Dus helemaal niet in een van jullie genres, helaas pindakaas. Maar het gaat over Kate. En Kate is hersteld van een ernstige ziekte. Maar ze heeft eigenlijk na haar herstel heel veel moeite om de draad weer op te pakken. Ze drinkt, ze rookt, ze eet vreselijk ongezond. En ze flirt met elke knappe man die ze tegenkomt. Maar ja, is dat nou eigenlijk echt wel het leven wat Kate wil? Dat ga je zien in Last Christmas. What? Jesus, where'd you come from? Well, what are you looking at? Might be a falcon. Oh, damn it! I think it just pooed in your eye. Yeah, I think so. It's good luck, you know. What is? Getting pooed on by bird. I'm busy, you're weird. Goodbye. You've missed 5 doctor's appointments. Mum is scared. So, tell me about sleep. She never sleeps. Exercise? Religiously. Not at all. Alcohol? Oh, she's drinking like the pirate. Well, okay, fine. Thank you, doctor. Thank you so much for your time. Let's go, Mum. Oh, you! Again. What do you mean again? Did you follow me here? Are elves always so cynical? Yes, relentlessly. These are dark times. I'm Tom. Kate? Yeah? Is this a bit where you murder me? So what is it that you do? I sing. Oh, it's amazing. Anyway, boring, boring, boring. I'm not bored. You are so strange. Where are you going? When there. Well, you're not homeless. Look, I volunteer here. Why didn't you just get Saint tattooed on your forehead? You were great at your job when you started, but now it's like you don't care anymore. Hi. Hi. Can I help? I'm a mess.
I was really sick and I nearly died. I don't tell people because they get weird. But I don't think you'll get weird. No. I'm just scared all the time. They just expect me to be normal and go on with life. There's no such thing as normal. Just being a human being is hard. Maybe you should do something nice for someone. Deck the halls with bells of holly. Fa la 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 la. Tis the season to be jolly. Oh boy. DBL Cinemas, a mind-blowing experience. Hello? You're in grave danger. Get out of there now! Open Safe House 6. Welcome to the Townsend Agency. I run a covert group of exceptional women. So you guys are like lady spies. We work outside the rules. I don't like that, boy. In secret. Together. You may not know we exist, but we are always watching. Who steals humanitarian aid money? You are in the presence of angels. So, you want to train to be an angel? Hell yeah. Give me my wings. Let's go! Where do you think you're going? You need to land this bird, Hoffman! What? Later! Here we go! Sit down, keep your hands where I can see them. Really not supposed to be touching things in here unless you're supposed to be touching things in here. You're adorable. Jane, is that you flirting with a handsome nerd? Bad girl, you say. The best part is them taking down international criminals. It's you guys. And the day drinking. That's what I like the most. DBL Cinemas, a mind-blowing experience. En de allerlaatste, is dat nieuw, Jur? Is dat nieuw, Jur? Is dat nieuw? Ja, ik zag ineens wat anders in beeld komen. Goed, en de allerlaatste trailer die jullie hebben gezien was de trailer van Charlie's Angels. Nou, Charlie's Angels bestaat eigenlijk al heel erg lang, volgens mij vanaf de jaren 70. Toen was het bedacht. Charlie's Angels was toen een hele populaire serie in Amerika. Op een gegeven moment is er toen een film van gemaakt. En volgens mij in de jaren 90 of ergens half of begin 2000 is er toen ook weer een Charlie's Angels gekomen. Met onder andere Cameron Diaz als een van de Charlie's Angels. En nu is er dus weer een nieuwe Charlie's Angels met onder andere Kristen Stewart. Die in die vampierenserie vroeger speelde, Vampire Diaries volgens mij. Naomi Scott is een van de actrices die voorkomt volgens mij in de laatste of de ene laatste James Bond speelfilm. Jimon Hounsou speelt er ook in. Die onder andere dus ook speelt in Amistad en een heleboel andere bekende Hollywood speelfilms. En Elizabeth Banks, die komt daar ook in voor. Charlie's Angels, zowel als Last Christmas, de eerste trailer, die kan je nu gaan bekijken bij TBL Cinemas. Goed, vorige week had ik een prijsvraag, zoals elke andere week natuurlijk. Vorige week heb ik de vraag gesteld, wat voor type brandweerlieden zijn deze heren? En het had alles te maken met de speelfilm Playing with Fire. Nou, het juiste antwoord is Smoke Jumpers. Een aantal mensen hebben ons gemaild op onderstaand adres. Juist, Jur, met het juiste antwoord. Andere mensen hebben ons via Facebook dat laten weten. Dat kan ook via de Facebookpagina van Switch. Kan je ook jouw antwoord natuurlijk opsturen. Dan moet je even je naam natuurlijk bij vermelden en jouw telefoonnummer. En dat heeft ook Janine Pinas gedaan. Want die zegt Smoke Jumpers. Nou, dat klopt helemaal, Janine. Jij mag even morgen contact opnemen met ABC, want ik zie dat jij jouw telefoonnummer niet hebt vermeld. Dus Janine of Janine Pinas, van harte gefeliciteerd met jouw twee gratis kaartjes voor TBL Cinemas. Ja, jij mag zelf een film gaan uitzoeken. Nou, de volgende prijsvraag die ik heb, of de prijsvraag voor deze week, heeft alles te maken met Last Christmas, de eerste trailer die we hebben laten zien. En je moet de zin afmaken. There is no such thing as normal
puntje, 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 puntje. There is no such thing as normal. Wat komt er op de plek van puntje, puntje, puntje? Weet jij dat? Dan mail je dat naar onderstaand adres met je naam en jouw telefoonnummer erbij. Of je stuurt jouw antwoord via de Switch Facebookpagina. Vergeet dan ook niet om jouw telefoonnummer erbij te vermelden. Dat kan tot volgende week donderdag 2:00 'smiddags. En even voor Simone Aboy-Conny. Jij hebt je TBL-kaarten nog niet opgehaald. En dat is van de prijsvraag van 24 oktober. Simone, of je hebt helemaal geen zin om naar de film te gaan. Of weet ik het wat. Maar je reageert niet via Facebook. Dus bij deze roepen wij jou op om contact te maken met ABC. Anders zullen wij de kaarten verloten. Dus Simone Aboy-Conny of jouw zus die nu aan het kijken is, je vader, je moeder, je opa of je oma, wenk Simone eventjes dat haar kaarten dus nog hier liggen bij de administratie van ABC. Dankjewel weer TBL Cinema's. Volgende week natuurlijk weer twee hele leuke trailers. Nou, en van twee hele leuke trailers gaan we naar iets heel anders. We gaan het hebben over water. En we gaan het hebben over boten. En we gaan het hebben over varen. Ja, en wat hebben ze allemaal met elkaar gemeen? Nou ja, dat je met een boot natuurlijk op het water zit. Maar op het water heb je natuurlijk ook een heleboel regels. En gelukkig is daar een autoriteit, oftewel een instelling, een organisatie, ja, die er naar kijkt onder andere of iedereen zich wel aan de regels houdt. Maar er is zoveel meer wat deze organisatie doet. En ik moet zeggen, jullie lijken wel de Charlie's Angels van de Mas. Want ik heb hier drie dames naast me zitten van de Mas. Leuk dat jullie er zijn. Goedenavond en welkom. Goedenavond. Ja, nou leuk. Nou, Daphne kennen we. Ja, maar die komt altijd. Museumnacht. Ja, bij Museumnacht, want dan doet de Mas ook altijd mee. Yes. Hè? Maar naast Daphne, er zijn twee andere Charlie's Angels. Nou, ik moet eigenlijk zeggen Mas Angels, die wij niet kennen. Dus vertel even wie je bent. Mijn naam is Tosca Pinas. Mm-hmm, Tosca? Ja, en ik ben hier. Ik ben werkzaam bij de MAS. Ja. Maar eigenlijk vertegenwoordig ik een andere organisatie. Oké. Okay. En in die hoedanigheid ben ik. Oké, okay. Puntje, puntje, puntje. Maar dat gaan we het zo opnemen. En naast jou zit Tosca. Ja, mijn naam is Cheryl Polane. Mm-hmm. En ik ben hier als vertegenwoordiger van Deep World Paramaribo. Okay. Wij zijn een van de participerende bedrijven aan de MAS Open Dag. Oké, nou nu heb jij het al verklapt, Cheryl. Het is de Mas Open Dag. Nee hoor, is niet erg, niet erg. Daphne, de Mas Open Dag. Dus toen ik het eerlijk gezegd, toen ik het las, dacht ik, hè? Maar bij Museumdag mag iedereen toch al komen kijken al bij jullie? Ja, maar dit is een heel andere opzet. Okay. Dit is een maritieme open dag. En waarom doen we dat? Mm-hmm. Suriname is lid van internationale organisaties. Ja. En namens Suriname is vertegenwoordigd Mas. Bijvoorbeeld bij de Internationale Hydrografische Organisatie, je hebt de Internationale Maritieme Organisatie, mm-hmm, en je hebt IALA. Okay. Dat staat voor International Association of Lighthouse Authorities. Je hebt een hele mond vol. Uh-huh. Ja. Oké, en die organisaties gedenken maritieme dagen. Oké. Okay. De speciale dagen, dus je hebt Wereldhydrografiedag, mm-hmm, Wereldmaritieme Dag. Ja. Yeah. En dan heb je World AIDS Navigation Day, dat is vanaf 1 juli 2019 ingegaan. Oké, okay. Zo'n moeilijke ja, naam, ja. En Dag van de Zeevarende. En Dag van de Zeevarende, en gooien jullie dat nu hier allemaal op één dag? Ja, dus wat wij in Suriname doen, dus de lidlanden zijn vrij invulling te geven aan aan zulke gedenkdagen. Ja. Maar wat doen wij? Omdat het verschillend is in het jaar. Je hebt 2 in juni, 1 in juli en 1 in september. Oh. Dus wij pakken hem dan oktober, meestal eind oktober, begin november. Maar dan hebben we ook dat de school al gestart is, ja, want precies. September is ja, het vakantie. Dus dat doen we het in de maand oktober of november. Oh, oktober of november. Maar hoe ziet zo'n dag eruit? Zo, wat we dit jaar hebben gedaan, de MAS heeft het in het verleden alleen gedaan. Mm-hmm. Vanaf 2011 was het Wereldhydrografiedag. Ja. En dan was de focus meer op Wereldhydrografiedag. Okay. Maar vanaf 2017, daar hebben we de Kustwacht erbij gekregen en het Surinaams Maritiem Instituut. Nog meer, ja. Toch? En van het jaar wordt het helemaal spannend. Want dan hebben we de maritieme sector hebben we benaderd. Ja. En we hebben dan VSA United erbij. We hebben de marine erbij. We hebben Deep World erbij. Dat is Sharon. Ja, 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 we hebben WIMEC erbij. We hebben de Kustwacht. We hebben SMI.
Ben ik één vergeten? Nee, ik denk het niet. Ik hoop het, ik vind het al heel natuurlijk de mas. Ja, ik wilde net zeggen, ja. En jullie zelf ja, natuurlijk zeker zijn erbij. Weten. Maar hoe ziet zo'n open dag eruit? Dan kan ik, behalve dat ik wat ga leren natuurlijk, kan ik ook iets doen? Ja, we gaan een quiz hebben. Oké. Okay. Dus, je moet ook nog goed opletten dus. Ja, dus je bent in feite, als je mee wilt doen aan de quiz, ben je verplicht naar alle boots te gaan. Oké. Okay. Want daar zitten de antwoorden. Oké. Okay. En waar wordt het gehouden? Het wordt gehouden bij de MAS, mm-hmm. aan de Corine Jonbroonstraat nummer 2. En wanneer? Dat is vrijdag 15 november morgen. Van 8:30 mm-hmm. 's morgens tot 3:00 's middags. En zaterdag 16 november van 8:30 tot 1:00 's middags. Oh, oké, okay, dan kunnen we daar naartoe. Ja. En dan gaan we een heleboel leren. Ja, dus de organisaties die gaan hun rol, sorry, ja. die ze hebben bijdragen in de maritieme sector, mm-hmm. dat gaan ze dan... Ja. Vertellen, laten zien. En natuurlijk ook de mensen interesseren. Want als je hoort maritieme sector, dan denken mensen, het is zo'n mannenwereld. Toch? Nee, hallo, ik kijk naar jullie. We hebben het over maritieme sector en ik kijk naar drie dames. Zie je wel. Ja, en daarom is mevrouw Pinassen, dat gaat ze dat gedeelte van de women. Women gedeelte. Yes. Ja. Toska, je mag even de microfoon vasthouden. Ja, dankjewel. Women in Maritime Association Caribbean is een organisatie mm-hmm. die sinds april 2015 is ontstaan. En is zoals Daphne ook al heeft aangegeven, een van de 7 organisaties binnen die diverse gebieden. En wij van het Caribisch gebied zijn dan door de IMO dan ook benaderd. En we hebben dan in 2015 hebben we dan de WIMEC opgericht. Oké. En Women, afgekort WIMEC. En wat wij nastreven binnen de WIMEC is dat wij vrouwen, het zijn dan jonge vrouwen, het zijn vrouwen die al in de sector mm-hmm. zitten, dat we ze dan bewust maken van de mogelijkheden die de maritieme sector dan te bieden heeft. Okay. Want wat Daphne daarnet zei is, als we horen de maritieme sector, dan denken we altijd aan mannen ja, in een boot en zo. Ja, en zo precies. Maar de maritieme sector, dan heb je de land-based en de seagoing. En als we praten over land-based, dan praten we bijvoorbeeld, ik zit niet op het water. Nee, dat zijn de mensen die gewoon aan de maar kant zitten. Maar als we zeggen bijvoorbeeld van een arts bijvoorbeeld, en dan heb je ook artsen die nodig zijn binnen de maritieme sector, ja. omdat het eigenlijk te maken heeft met een heel ander type beroep dan in feite iemand die bijvoorbeeld bij de bank zit. Ja. En dat is die bewustwording die we op gang willen brengen. Maar met name onder de jonge vrouwen. De jonge vrouwen, ja. ook zij die al in de sector mm-hmm. zitten. Want soms heb je die know-how, dat moet je eigenlijk dan een training volgen, je kan een opleiding doen, om eigenlijk die switch te maken, om te zeggen van weet je, ik wil me verder gaan specialiseren. En dat is eigenlijk wat de WIMEC dan in feite okay. doet. En wat ik ook kan aanvullen is dat vanuit de IMO hebben ze dan een thema, en van het jaar is het hun thema, is dat ze eigenlijk de vrouwen dan binnen de maritime community willen gaan empoweren. En dat is een van de main redenen waarom wij als WIMEC dan ook meedoen aan okay, deze... Oké, heel goed. Ja. En jullie staan daar dan ook met een informatieboot, ja. denk ik. Jawel. Ja, toch? Ja. En helemaal voor al die meiden die misschien nog niet zo goed weten wat ze willen doen. Misschien qua opleiding of studierichting of weet ik veel. Weet je, ga toch eens een keertje kijken. Want er zijn zoveel andere beroepen waar je misschien niet eens iets van af wist. Maar wat misschien wel iets voor jou is. Maar je weet dat natuurlijk pas als je informatie gaat inwinnen. Dus dat moeten we komen doen. Zeker. Ja, toch? Ik zeg niet dat jongens dat niet mogen doen, maar met name de meiden. Zeker. Ja, toch? Maar luister, naast Tosca zit Cheryl van DP World. Vertel even, wie zijn jullie ook alweer? DP World, meer bekend als Integra Port Services mm-hmm. in de samenleving. We zijn een container terminal. Mm-hmm. En daarmee zeggen de... We lossen en we laden containers vanaf schepen. Okay. Daarnaast doen we ook nog auto's lossen van schepen. Dus eigenlijk alles wat met een alles schip komt. Alles wat met een schip komt, daar hoort Cheryl bij. Klopt. Jij zorgt daarvoor dat wij dat hier aan land krijgen. Ik samen met mijn collega's. Ja. Maar wat is jullie rol tijdens deze dagen? Zoals mevrouw Daphne heeft mm-hmm. uitgelegd, we maken ook deel uit van de maritieme sector. En wij van DP World hebben een Global Education Programma, uh-huh. zoals we dat noemen. Dat is onderdeel van ons sustainability beleid, Corporate Social Responsibility. En met dat programma willen we dan de jeugd met name interesseren in het werk dat uh-huh. wij allemaal doen binnen ja. de maritieme sector, maar meer gefocust op container terminal, de container terminal branche.
En ze eigenlijk op een speelse wijze uitleggen wat we wat doen. Wat we nou eigenlijk doen. Ja. Ja. Oké, okay, nou hartstikke goed. En ook natuurlijk weer voor al die schoolgangers die nog niet zo goed weten wat ze willen doen en welke klopt. Richting ze opgaan, kunnen ze bij jou ook heel goed, nou bij jou, bij het bedrijf natuurlijk juist. Ook heel goed terecht ja. om al die vragen te stellen. Want het is inderdaad wel meer dan gewoon even op een knop drukken, container eraf gooien en weer yes. wegvaren. Ja, zeker. Toch? Klopt. Maar luister, morgen, ja. morgen is het dus van 8:30 tot 3:00. Drie dus uur. Van 8:30 tot 12:30. Ja. Is de focus meer op de schoolgangers. Ja, de schoolgangers. Dus die hebben we uitgenodigd. Mm-hmm. Degenen die geen uitnodiging hebben gekregen zijn ook welkom. Ja, ja mevrouw Daphne heeft het druk, hè, dus je kan ook niet iedereen maar gewoon zitten bellen. Dus als je dat belletje even hebt gemist, niet erg, dan mag je gewoon komen. Klopt, mm-hmm. want we zijn ook, dus de scholen die we hebben uitgenodigd is vanaf het tweede leerjaar MULO. Okay. Waarom? Omdat je die keus moet maken, toch? Ja, van, ga ik naar de A-richting of naar de B-richting? Weet je, en als je daar komt, word je geïnformeerd over die sector. Ja. Want weet je wat, mensen staan er niet bij stil welke bijdrage de maritieme sector levert aan de economie van een land. Het is heel belangrijk. Ja, want als jullie er niet zijn, kunnen Daphne en de collega's de werk ook helemaal niet doen. Helemaal. Zitten ze daar op dat schip met al die containers? Klopt. Die containers komen niet eens als Mas er niet is. Nee, of Cheryl moet maar gewoon aan de kant staan en zwaaien naar die containers, want ze kunnen niet aan de kant komen. Klopt. Dus dat is gewoon heel erg belangrijk om iedereen, met name ook de jeugd, te laten weten van hé, dit is wat we doen en dit is wie wij zijn. Yes. Ja, toch? Als we nog meer informatie willen. Daphne, waar kunnen we dat dan vandaan halen? Op onze Facebookpagina, mm-hmm. dan hebben we een flyer. Oké. Okay. Mas Facebookpagina. Ze zoeken gewoon Maritieme Autoriteit Suriname. En daar vind je de informatie. En ze kunnen ook, we weten nu wat de dagen zijn. Mm-hmm. Ze mogen gewoon langslopen. We verwachten gewoon iedereen. Kom je kennis verbreden op het maritiem gebied. Ja, hartstikke goed. Ik vond het zo leuk dat jullie als drie dames hier in de studio zijn gekomen om eigenlijk over iets te praten, over, met name over een sector waar inderdaad van over wordt gedacht, oh, dat zijn alleen maar stoere heren die daar zitten. Ik vond het heel erg leuk dat jullie met z'n drie zijn gekomen. Daphne, jou zie ik vast wel weer, hè? Ja, volgend jaar. Volgend jaar weer of zo. Ja, weer een keer. Tosca en Cheryl, nou, ik vind het heel erg goed natuurlijk dat jullie als organisaties ook zeggen, hey, wij willen graag de jonge meiden interesseren hiervoor. En ik hoop ook dat er dat we straks over een paar jaar, dat we ook allemaal sterke meiden hier hebben zitten. Die in deze sector ook allemaal een baan hebben gevonden. Want daar gaat het uiteindelijk om. Ja, SMI doet al, dus het Surinaams Maritiem mm-hmm. Instituut. Zij stomen dan de studenten klaar. Ja. En er zijn een paar dames. Maar we willen meer dames. Ja, meer dames. Ja. Dus ga eventjes naar de Facebookpagina. Als jouw school of jouw klas niet is uitgenodigd, check het eventjes op de Facebookpagina. Dan kan je nog even zien om welke dagen het gaat en om de tijden waarom het gaat. Kom met je ouders, kom met nichtjes en neefjes. En ja, het is toch heel erg leuk, zoals ze dat altijd zeggen, om in iemands anders keuken eventjes te mogen kijken. Dames, ik dank jullie voor het komen naar de studio. Heel veel plezier ook met alle studenten die langs gaan komen. Ja, en heel veel succes ook. En ik ga er nu uit en als ik terug ben, dan ben ik terug of met muziek of we gaan het hebben over kerstbroden. Mijn favoriete onderwerp. Tot ziens. Waren de drie dames die alle drie werkzaam zijn in de maritieme sector. Morgen en zaterdag heeft de MAS samen met verschillende organisaties een open dag georganiseerd. En ook een informatiedag. Met name voor de jeugd die nog niet zo goed weet welke richting ze precies op willen. Zit je in de tweede klas van MULO, dan mag je natuurlijk altijd eventjes langslopen om te kijken wat precies de ins en outs zijn. En misschien is het wel wat voor jou. Goed, van water gaan we naar iets heel anders. Ik zei het al, naar een van mijn favoriete onderwerpen, kerstbroden. Want als we het over kerstbroden hebben, dan moet ik iemand natuurlijk hebben van de enige bakker in Suriname. Van de hofleverancier bijna, wil ik zeggen, van de alom bekende kerstbroden. En dat is natuurlijk Fernandes Bakkerij. Toch? Absoluut, helemaal. Nou, vertel eerst even wie je bent voor de mensen thuis, hè. Ik ben Natasja van Poon, ik ben de marketing manager bij Fernandes Bakkerij. Ja, nou Natasja, de feestdagen staan voor de deur, om het zomaar even te noemen. Ik denk dat er geen huishouden is waar er geen kerstbrood is. Maar jullie maken er wel elk jaar iets
iets van, hè? Absoluut, absoluut. Inderdaad, ons kerstbrood wordt massaal gegeten tot in Nederland. Ja, mensen sturen pakketten, weet je. Ja, ik ook. Ja, ik moet altijd. Ja, precies. Ik moet altijd. En waar het al gewoon begon met een gewoon kerstbrood, zijn er nu allerlei varianten ook. Er zijn ook varianten voor de mensen die bijvoorbeeld niet van rozijnen houden. Hebben we dan we draaien dan minder grote batches. Mm-hmm. Bijvoorbeeld kerstbrood zonder rozijnen. Ja. En dat soort variaties. Kerstbrood met noten hebben we bestol. Dus we hebben van alles en nog wat. Ja. Maar we gaan de spits natuurlijk goed afwijken. En jullie doen dat elk jaar wel. Het is wel een momentje. Het is echt een momentje dat de kerstbroden weer. Want ze liggen inmiddels al in de schappen. Ja, ze liggen in de schappen. We doen altijd eerst even dat ze er liggen. Ja. Dat we ook weten, mocht er feedback zijn, dat we dat ook meenemen. Ja. Maar zijn we nog even bezig met de promotie. Mm-hmm. We willen elk jaar natuurlijk weer iets spannends doen. Ja. En je wil niet te ver voor de kerst, weet je wel. Nee, want dan is het ook niet meer lekker tijdens kerst. Precies. Ja. Maar we zijn zo ver om het te gaan vieren. En jullie gaan het heel groot dit jaar vieren. Ja, het grootste dat we hem ooit hebben gevierd. Zal ik zeggen, nou, vorig jaar hadden wij op meerdere locaties, als je dat bij elkaar voegt. Ja, dat is ook natuurlijk een heel groot evenement, precies. Yes, waar we vorig jaar 55 meter kerstbrood verdeeld. En dit jaar gaan we op één locatie, gaan we aan de Herenstraat. Oké. Okay. Gaan we echt een soort Fernandes festijn noemen het. Het Fernandes kerstbrood en snacks festijn. En we zullen dan aan de Herenstraat gewoon feest vieren met de gemeenschap. We gaan het en kerstbrood eten. En kerstbrood eten. En er is een nieuwe Tissa Pissa. Tissa Pissa bestaat volgens mij al 10.000 jaar. Juist, precies. 10.000 jaar. Ver voor onze tijd bestond het al. En nu is er eindelijk een nieuw broertje bij of een zusje erbij, hoe je het ook wil zien. Juist, precies. En dat is dus Tissa Pissa Hot. Hot. Yes. Okay. En het is echt lekker peper, lekker pittig. Okay. En weet je, eigenlijk zouden we onze kerstbrood lounge doen en dan zouden we het tussen vissen lounge doen. En toen dachten we, maar laten we gewoon een heel groot feest geven. Ja. Want als je kerstbrood eet, is het feest. Dan is het kerst. Als je tissa vissa eet, is het vaak ook feest. Tissa vissa. Ja, toch? Tissa vissa. Dus dat gooien we gewoon even samen. Maar hoe gaat dat feest eruit zien? Nou, we hebben dus twee areas. We hebben het kerstbrood gedeelte. Daar gaan we een jazzbandje hebben. Mm-hmm. We gaan mooie akoestische muziek hebben. We gaan met Lisinta Watsam. We hebben Emmanuel Pinas. Oh, leuk. Ja, en weet je ook wie onze MC is? Dat is een hele bijzondere. Ik zag ineens een mailtje voorbij komen dat ik gewoon zaterdag, ik denk, ik kom alleen gewoon voor een gezellig op bezoek om kerstbrood te eten. Ja, wij dachten. En toen dachten ze meteen, nou weet je wat, als je toch komt eten, kom er dan ook maar meteen wat voor doen. Precies. Dus ik mag daar zaterdag bij zijn, vind ik hartstikke leuk. Zeker, dat soort taal is onze MC. Ja. Met de kerstbrood area. Ja. Ja, we moeten toch een echte fan hebben. Ja, precies. We moeten echt een fan hebben. Precies. Dus dat is area 1. Dat is kerstbrood area. Je kan ook foto's maken met de Santa Babies en allerlei leuke dingen. Ja. En dan hebben we Tissa Vissa Hot area. Mm-hmm. Nou, dat is ietsjes jonger en hipper. Hotter. Dat moest wel. Hotter, moest wel. Ja, en daar hebben we dus Psycho gaat optreden. Jeetje. We hebben Envor als MC. We hebben de Mysticals, de Minions. We hebben echt allemaal leuke dingen zoals een silent disco. Dat is heel leuk. Precies. Dat is met een koptelefoon op, hoor jij je muziek. Ja. Je bent wel allemaal op één locatie, maar jij danst waarschijnlijk anders dan jouw buurman, omdat je natuurlijk iets heel anders hoort. Maar niemand heeft daar last van. Precies, en als je nou even geen zin hebt om een van de artiesten of iemand op het lekker de silent disco, je danst. Je doet je ding, je doet je ding. Maar wat leuk, het is echt een heel groot feest. Ja, het is ook voor ons het grootste feest van het jaar. Dus we hebben er ook op kantoor. Iedereen is heeft er echt zin in. Ja, gaan we werken? Nee, we gaan naar feest. Ja, maar we werken ook voor dat feest. Je kent het wel, weet je. Maar we gaan dan ook echt met z'n allen gezellig het vieren. En hoe laat begint het? Want dat weet ik allemaal niet eens. Dat weet je niet. Nee, weet ik nog niet. Maar ik denk, jij komt langs, dus ga je me dat nu daarom vertellen. Daarom. Nee. 6:30 beginnen we. Okay. En we gaan door tot 11:00. Oh, lekker. Dus we hebben gewoon echt, it's jam-packed with entertainment. Er is gewoon constant iets te doen. Aan de Herenstraat? Aan de Herenstraat. Voor jong, oud, groot, klein, iedereen mag erbij zijn. Iedereen mag erbij zijn. Want iedereen eet kerstbrood en iedereen houdt van Tissa Vissa. En nu ook van hot. Precies. Oké, nou helemaal leuk. Het is eigenlijk wel altijd zo, niet toevallig omdat ik er ook daar ben. Maar het is wel altijd zo dat als jullie iets doen als van anders, dat het altijd wel een feestje is.
Ja, we houden van eten en drinken. Jullie houden van eten, jullie houden van drinken, jullie houden gewoon van een feestje. Precies. Elke gelegenheid wordt aangegrepen voor een feestje. Ja. En Natasja heeft jullie allemaal uitgenodigd. Ik nodig jullie natuurlijk ook allemaal uit. Tuurlijk. Om daar zaterdag aanstaande bij te zijn. Aan de Herenstraat. Ik zal gewoon zeggen, ga lekker op de Djugo Djugo af. Dan weet je zeker dat je goed zit. Eet niet te veel thuis, want je gaat me toch wat lekkers daar allemaal kunnen krijgen. Dus zorg ervoor dat je erbij bent. Het is gewoon een familiefestijn. Dus kom met je vader, met je moeder, met opa, met oma, met iedereen. Eigenlijk met iedereen met wie je een leuk feestje wil bouwen. En als jij ervoor zorgt dat je met jouw mensen er bent, dan zorgen Enver en ik er ook voor dat wij een gezellig feestje met jullie samen gaan bouwen. Vanaf 5:30 dus aan de Herenstraat. Yes, we hebben er zin in. Nou, ik ook hoor, Natasja. Ik ook. En ik dacht, en wij dachten, Natasja neemt het groot mee. Dus of het is Savissa. Dat is dus echt een blunder. Nee, is niet erg, want je gaat zometeen in je auto kijken of er niet toch nog eentje toevallig in je auto ligt. Toch, Jura? Want Jura had er ook helemaal op gerekend op dat kerstbrood. Het is gewoon helemaal niks. Ja, dat is echt erg. En anders, Jura, dan moet je maar mee, denk ik, zaterdag. Ja, toch? Dan moet je gewoon maar mee. We gaan gewoon zaterdag met z'n allen, want wij houden hier ook al van een feestje. En van eten, maar zij houden van eten. Okay, ja, we eten de Love Station, maar we zijn gewoon de Eat Station. We houden vreselijk van eten. Ja, ontzettend. Extra kerst. We zullen gewoon nog als. Hoor je dat, Jur? Extra kerstbrood voor jou. Ja. Hartstikke goed. Natasja, ik zie jou zaterdag aanstaande aan de Herenstraat. En Natasja hoopt jullie natuurlijk ook samen met haar collega's ook zaterdag te zien aan de Herenstraat. Om 5:30 begint het grote Fernandesfestijn. En ik zie jullie dan. Ik ga er nu uit en dan heb ik nog één laatste gast voor een heel gezellig liedjesfestijn. Wie dat is, dat zien jullie zo na deze break. Terug weer hier in de ABC Studio. Jullie hebben het gehoord van Natasja en de rest natuurlijk van de Fernandes crew. Zaterdag aanstaande is het grote Fernandesfestijn. Er zijn maar twee hoofdrolspelers en dat is het kerstbrood natuurlijk van Fernandes en de Tissa Vissa Hot van Fernandes. Zaterdag vanaf 5:30 aan de Herenstraat gaat het grote feest daar losbarsten. Goed, van chips en kerstbroodlekkernij gaan we over naar muzikaal lekkernij. Om het zo maar even te noemen. En het is heel leuk dat hij hier naast me zit. Ik heb het over Cyril en één lid van de Morlof Band. Ja, leuk dat jullie er zijn. Dankjewel. Ja, je zegt net, ik stel nooit de vraag, nu zeg ik iets tegen je, nu zeg je niks. Nee, je hebt me niet gegroet. Ja, ik zeg goedenavond. Welkom dat jullie er zijn. Leuk dat jullie er zijn. Nou, Cyril, jij bent met Igor gekomen, toch? Ja. Uit de band. Stekker. Ja, uit de band. Oh, iedereen kent jou als Stekker. Moet je wel die mic bij je mond houden. Ja, iedereen kent me als Stekker. Dus oh, Stekker. En jij zingt ook, toch? Ja. Je bent in de koor, maar soms op kinderfeestjes, dan ben ik in de voorzang. Dan ben je in de voorzang. Ja. En luister, nu hebben jullie samen weer gezongen, denk ik, of niet? Of heeft er maar één iemand gezongen? Nou, Stekka en ik hebben gezongen. Jullie hebben samen gezongen, want je hebt een nieuwe videoclip uit. Ik zag van de week al een teaser op Facebook voorbij komen. En nu is hij helemaal uit, af, klaar, boom. Hoe heet de single? Baby Girl. Baby? Baby Girl. Baby Girl. Yes. Baby Girl als in een babytje of Baby Girl als in een volwassen vrouw? Lieve dame, mooie dame. Oh, mooie dame. Baby Girl. Oké. Okay. Wat een raar. Ja, ik kan die vraag ook eigenlijk niet eens hoeven stellen. Nee, precies. Maar luister, Cyril, nieuwe single is uit. Videoclip is daarbij. We hebben hem net een klein stukje al laten zien. Betekent dat er ook een heel nieuw album uitkomt? Sowieso, we zijn bezig met onze commerciële CD. Mm-hmm. Maar dit is een voorproefje. Mm-hmm. Baby Girl. Ik was altijd al sowieso bezig met mijn commerciële focus. Maar we worden ouder en onze fans groeien mee met ons. Ja, gelukkig dus dan, wel. En we zijn nu bereid om meer commerciële focus te maken. Onze stijl ook meer commerciële volwassenen te maken. Ook een beetje? Ja, sowieso. Dus, en die mensen die nu denken, oh ja, maar dus nu is er geen Djugo Djugo meer, helemaal losgaan met Cyril de Moorland Band. Ja, is dat nu helemaal klaar? Nee, maar het kan Djugo Djugo zijn, maar ook commercieel toch? Ja, en dus wat volwassener? Sowieso. Volwassen Djugo Djugo. Volwassen Djugo Djugo. Luister, maar hoe was het, want het jaar is er bijna om. Hoe was het jaar voor jullie als band? Om eerlijk te zijn. Je moet altijd het eerlijk is al zijn. Bijna 9 jaren. Wij weten niet wat een weekendrust is. Ja. Het bestaat niet nee, bij Morlof Band. Het is nog nooit voorgekomen dat we vrijdag en zaterdag nooit vrij optreden. Dus nooit gewoon vrij zijn. Vrij zijn. Nee. Dat komt nooit voor. En dat we bijvoorbeeld niet
3 tot 4 optredens hebben per week. Maar dan ben je gewoon heel erg, dan zijn jullie als band gewoon heel erg gezegend. Ja, toch? Dan ben je daar heel blij mee. Maar dus als ik nu nog een keer de vraag stel, hoe was het afgelopen jaar voor jullie? Dus als, ik moet zeggen, ja, druk, goed. Het was gewoon druk, tot nu toe druk, en het wordt drukker. Drukker, ja, want we zijn ook niet helemaal aan het einde. Om eerlijk te zijn, we zijn tot nu toe gezegend. Ja, en dat moet het ook blijven voor 2020. Sowieso. Wat gaat het worden in 2020, Stekka? Want anders zeg jij niks, dus ik moet ook een vraag aan jou stellen. Wat het gaat worden in 2020? Ja. Geef ons een primeurtje. More of new. Wat we al hebben gedaan, gaan we sowieso vernieuwen. Ja. En met onze nieuwe singles, en onze nieuwe muziek. En we gaan proberen echt iets neer te zetten dat Suriname dan ook buitenland, in het buitenland dan gewoon ziet. Van hey, we zijn er. Maar is het niet zo dat, dat iedereen in bijvoorbeeld Nederland al weet wie jullie zijn? Nee. Dat merkte ik. Nou, dat is niet helemaal waar dat iedereen al weet meer. Dat kwam ik laatst achter toen we samen even zaten. Juist. En dat heel grappig dat iemand een stewardess vroeg aan me, die vriend die zegt tegen mij, wie zijn al die jongens? Zijn ze bekend? Ik zeg nou, ze zingen. Oh, zegt ze. Oh, ik ken ze niet. En toen ging ze jullie wel echt even opzoeken. Ja, om even naar jullie te luisteren. Maar dus nog niet heel Nederland. Is dat wel de bedoeling dat heel Nederland jullie straks kent? Dat sowieso. Dat wanneer jullie in het vliegtuig stappen, dat de hele bemanning denkt, oh mijn god, kijk, daar heb je ze. Yes. Maar ik moet ook eerlijk zijn, het gaat nu de goede kant op. We hebben heel veel aanbiedingen. En kijk, als we nu alles zeggen, dan is het geen verrassing meer. Maar ik geef je gewoon een schets van wat er gaat gebeuren. We zijn nu op koers? Sowieso. Op koers? Het gaat de goede kant op. Daarom zijn we nu bezig, zodat ieder kan zeggen van, hey, de Surinaamse jongens zijn hier, Cyril Stekka in de Mall of Dead. Oké, ja, dat is uiteindelijk de bedoeling. Yes. Hey, en wanneer komt het nieuwe album uit? Ik snap volgend jaar, maar begin, midden, eind? We hebben nog geen deadline, maar ik zou zeggen, laat je verrassen. Het komt sowieso, het is niet meer lang, het is niet lang meer. Oh. Maar laat je verrassen. Laat je verrassen. Oké, nou, we hebben al een stuk van de clip laten zien. Je hebt hem voor ons gebruikt. We gaan hem ook vaker laten zien. Het was kort maar krachtig, maar het is toch altijd leuk als jullie even de tijd maken om hier langs te lopen. Sowieso. Ik wens jullie heel veel succes. De aankomende weken nog, zo naar het einde van het jaar toe. We komen elkaar sowieso nog wel tegen. Ja, sowieso. Op een of andere manier komen we elkaar altijd maar 1 keer in het jaar, echt 2 keer in het jaar altijd tegen. Dat is ergens halverwege en aan het eind van het jaar. Sowieso. Dus dat zal ook nu wel weer zijn aan het eind van het jaar. Voor die mensen die zoiets hebben, maar waar, want Cyril heeft gezegd, ze spelen altijd op vrijdag en op zaterdag. Als ik nu zit te kijken en ik denk, ik wil even van Cyril en de More Love en Stekka en de hele bubs genieten, waar kan ik dat dan doen? Zo, Stekka, vertel een beetje. Vertel een beetje, Stekka, want je zit hier niet voor niets met die microfoon in je hand. Ja, snel, want ik moet eruit. Dus we zijn van het weekend aan. Ja, waar zijn we aan? Dus ik wil niet horen op huisfeestjes, want wat ik bedoel, je moet zonder aanhang gaan. Ja, we hebben sowieso een street parties. Ja. Onze parties, onze Surinaamse parties. Iedereen is bekend met Facebook en daar kan je alles vinden. Alles kan je daar vinden. Alles kan je daarop vinden. Dus sowieso, mensen, checken jullie Facebook. Delen jullie onze clip, we gaan voor meer. Okay. En met jullie ondersteuning, daar gaat het wel. Gaat het zeker wel wat worden? Is het al wat, maar wordt het nog meer? Ja, toch? Nou, goed. Jurk moet eruit, hè? Ja, ga je eruit met de clip, Jurk? Vind je dat wat? Oh nee, we kunnen niet eruit met de clip, want die hebben we net al een klein stukje laten zien. Maar ik zeg dankjewel, heren, hier in de die hier nu naast mij zitten voor het komen. Nogmaals, ik zie jullie heel gauw weer. Dankjewel, heren, hier in de studio, ik zie jullie elke week weer. En ik zeg natuurlijk ook dankjewel allemaal weer voor het kijken. Vond je ons waanzinnig leuk en wil je ons nog een keertje zien met z'n allen? Dan kan dat. Dan check je ons natuurlijk op YouTube. Of je gaat nog eventjes naar de Facebookpagina voor alle foto's achter, onder, naast en in de schermen. Om het zo maar even te zeggen. Laat ook even je comment achter als je mee wilt doen aan de TBL prijsvraag. Dan weet je natuurlijk dat jij jouw antwoord moet sturen naar de Facebookpagina van Switch. Dankjewel weer. Delmira Sneels, dankjewel. Ragna Pinas voor de visagie. En Mel Angie's Herbar natuurlijk voor jouw kunsten. Check ze allemaal ook op Facebook en op Instagram om jouw afspraak te maken voor de feestmaand die er aankomt. Denk eraan wat je dit weekend ook gaat doen. Of het nou naar het Fernandes Festijn is,
Of dat je naar Cyril Stekka en de Moorlof Band ergens gaat kijken. Als je een glaasje op hebt, dan laat je je altijd rijden. Volgende week zijn we er weer. Same time, same place. Keep those positive vibes going. En ik zie jullie dan. Bye!